Marijn, gefeliciteerd met je overwinning. Dankjewel. Eerste jaar bij de A-junioren en gelijk de zegen. Ja, nou ja, ik wilde gewoon laten zien wat ik kon. En ik heb ook alles gegeven en ik ben gewoon gelijk pittig van start gegaan. En ik heb eigenlijk heel het versnellend gelopen, dus het ging heel erg lekker. Vorig jaar was je kampioen bij de junioren B. Toen je vanmorgen hier naartoe kwam, wat waren je verwachtingen? Ja, verwachtingen. Je hoopt natuurlijk te winnen, maar ik hou gewoon rekening met iedereen. Ik bedoel, ik ben ook wel eens verslagen door een paar concurrenten die hier ook met mij meeliepen. Dus ik ga er niet vanuit dat ik win en ik hou iedereen in de gaten. Heel goed. Hoe vond je het parcours? Ja, heel, heel fijn. Ja? Het was heel vlak en ook hard. En vooral dat gele rondje naar beneden, nou, was gewoon heerlijk. Kon je echt lekker je benen strekken. Volgend jaar is het weer hier. Daar kijk je met vertrouwen naar uit? Ja, natuurlijk ga ik er wel goed weer voor trainen. Maar ik vind het wel een heerlijk parcours. Beter dan zand of zo. Oké, prima. Ja. Dankjewel.